De dag van de verkiezingen is steeds weer een hoogtepunt voor Wiebe Olijnsma uit Leeuwarden. Al 60 jaar is hij actief in de stembureaus. Woensdagmorgen werd hij bij zijn 60-jarig jubileum in het Leeuwarden stembureau in de Tianova basisschool gehuldigd door burgemeester Vert Kroonen. De 81-jarige heer Olijnsma zet zich sinds jaar en dag in als vrijwilliger. 25 jaar was Olijnsma voorzitter van het stembureau in Lekkum. Daarnaast was Olijnsma voorzitter van verschillende stembureaus, zoals Theater Romein en Gymlokaal De Wielen. Tegenwoordig is hij voorzitter van het stembureau in de openbare basisschool Trianova en is hij lid van het hoofdstembureau van de gemeente Leeuwarden. Ik had gesolliciteerd bij de gemeente Leeuwarden. Ik kreeg een baan op de afdeling Financiën en Belastingen. En er werd mij gelijk verteld van je zit nu ook in een stembureau. Dat moest. Dus ik zat daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat als wat toen heette administratief verantwoordelijk lid. Bij de gratie van de andere stembureauleden kon ik 's middags even naar huis om te eten. En sindsdien ben ik dus blijven zitten, want het is een lange dag, maar met een team zoals wij dat hier hebben, het is gezellig. Je ziet de komende en de gaande man. Er zit dus een bekende tussen en er komt ook nog eens iets van de radio en tv. Het is leuk, het is anders. Wat maakt het nou leuk? Het lijkt me zo'n saaie toestand. Ik ben ooit eens gevraagd en ik heb nee gezegd. Kan ik me ergens wat bij voorstellen, maar het is toch voor mij ook een beetje een verlengstuk van ons democratisch recht om dus te mogen stemmen. Vroeger, toen ik begon, toen moest men stemmen. Ja. Maar nu mag men stemmen en dan zeg ik van het is een groot goed en daar moeten we heel erg dankbaar van gebruik blijven maken. En ik lever mijn kleine stukje dienstbaarheid om dus in een stembureau te zitten. Nou zegt u klein stukje dienstbaarheid, maar rond Koninginnedag bent u geridderd om al uw vrijwilligerswerk. Dus, een aantal jaren geleden, ja, inderdaad. Ja. Dat is toch ook niet zomaar iets? Dan heb je wat gedaan. Ja, maar dat hoort er ook bij. Hoi, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Bent u nou Nederlands recordhouder? Ik heb er geen idee van en zo voelt het voor mij ook niet. Maar ik heb het altijd met genoegen gedaan. En nog. Het is gewoon lekker door. Wat mij betreft wel, maar ja goed. Ik ben 60 geweest intussen. Dat mag duidelijk zijn. Maar dan krijg je dus toch wel te maken met wat kleine beperkingen. En dan zeg ik van ja, ik heb langer in een stembureau gezeten als dat ik dus nog in een stembureau blijf zitten. Ja, die kans is vrij klein dat langer wordt. Maar is het iets dat je zegt dat wil ik nog jaren volhouden? Want er zijn genoeg verkiezingen tegenwoordig in ieder geval. Wat mij betreft wel. En wat dat betreft kan ik het ook iedereen aanbevelen. Dus het is gezellig en het is ook een voorrecht om het te kunnen en te mogen doen.